Brecht. Dag. Lieve Brecht, jij hebt ook nog een vraag voor Imke. Ja, wat is eigenlijk je lievelingshamster? Mijn lievelingshamster? Mijn god, ik zal eens één ding vertellen. Ik heb ooit een hamster gehad, Odilon. En Odilon is gestorven door iets heel triest. Die heeft namelijk, ik had het kooitje te kort bij de gordijnen geplaatst en die heeft het gordijn opgegeten en die is gestikt daarin. Dus dat is een vreselijke dood. Dus dat is echt gebeurd, Lorian. Jawel, Odilon. Maar ja. Allee, voor de rest heb ik niks met hamsters. Maar wat voor gordijn hangt daar, dat hij dat er ineens kan afsnokken en opeten? Ja, als dat kot daar tegen staat, dan kan hij aan die gordijnen. Maar wat voor gordijn was dat? Ja, mijn moeder maakte op dat moment zo zelf gordijnen met patchwork en dergelijke. En... Maar nee, met parels op en zo? Maar nee, gewoon. Die had te veel stof. Je gaat nu echt lachen, maar die had te veel stof in zijn... De wangen en die slagen dat op in hun huisje. En die kwam vast te zitten volgens mij. Ik had ook iets te veel wol in dat huisje gestoken of zo. En die is echt gestikt. Ik vond dat vreselijk. Maar Odilon is ook zo'n mooie naam. Ja, ja, doorgaans hadden we altijd wel heel originele namen voor onze huisdieren. Kijk, nooit gedacht, Brecht, ja, dat daar zo'n antwoord op ging. M&M.